De regering is er niet in geslaagd haar begroting tijdig rond te krijgen. Nu ja, tijdig. Een State of the Union door premier Michel is er de afgelopen week niet van gekomen, wegens geen begroting. Anderzijds, van Europa heeft de regering een paar dagen extra gekregen. En al die tijd werd er in de wedstraat gepraat over een meerwaardebelasting die regeringspartij CD&V in de weegschaal heeft geworpen. Bovenop dossiers als dat van de vennootschapsbelasting. En dan kwam er nog de vraag naar een nieuwe wet Coreman de Klerk. We praten erover met een fiscalist en met een actieve belegger. Welkom bij Actua TV. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Gert Goyvaerts, fiscalist bij Tibergien, en Sven Sterks, de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers, hoewel nieuw al bijna een jaar. Meneer Sterks, heren, welkom in deze studio. Ja, er worden nogal wat dossiers gekoppeld deze dagen. De begroting natuurlijk, om te beginnen. De verlaging van de vennootschapsbelasting, vraag van de N-VA, de meerwaardebelasting, vraag van de CD&V en een nieuwe wet Coreman de Klerk, en Coreman de Klerk bis, waar Open VLD op aandringt. Nu, vooraleer in te gaan op die afzonderlijke thema's, is verstandig die zaken daar, ja, in een mum van tijd erdoor te jagen, hoewel de partijen zeggen we zijn er al lang mee bezig. De onderhandelingen nu gebeuren wel onder tijdsdruk, hè, Sven Sterks. Wel ja, het was een strategische zet van N-VA om de hervorming van de vennootschapsbelasting mee te koppelen aan die begroting. En daardoor zijn, Open VLD en CD&V ook met een voorstel op tafel gekomen, wat denk ik toch minder uitgewerkt was en is dan dat van N-VA. Nu, in ieder geval, dit heeft ervoor gezorgd dat de begrotingsbesprekingen volledig vastzitten. En ik denk dat we dat moeten ontkoppelen en elk van die dossiers inderdaad grondig moeten gaan bekijken. En dan kunnen er misschien nog wel goede voorstellen. Ja, is te veel een symbolenstrijd geworden nu? Zeker en vast. Hè. Dus ieder heeft zijn dossier op tafel gelegd en ieder wil zijn dossier er nu doorkrijgen. Ik denk dat we het volledig moeten loskoppelen en ieder dossier apart gaan bekijken. Ja. Nu, worden hier dossiers gekoppeld die niet te koppelen zijn, Gert Goyvaerts? Ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat je in fiscale wetgeving en in het schrijven en uitwerken van fiscale wetgeving, dat je nu ziet hoe het niet moet. Men moet dat op een volledig andere manier aanpakken. Dat moet allemaal grondiger gebeuren. Men moet daar zijn tijd voor nemen. Men dient met ontwerpteksten te werken die door experten worden geschreven en beoordeeld. En onder tijdsdruk gaan werken en gekoppeld aan begrotingsbesprekingen waar men dan met belastingen die sowieso pas inkomsten zullen genereren binnen dit en een 2 jaar, want dat is typisch aan een inkomstenbelasting. Als u vandaag een nieuwe inkomstenbelasting invoert, dan zal u daar binnen 2 jaar in de aangifte een verwerking van zien en die zal dan pas het jaar daarna worden betaald. Dus we spreken eigenlijk over 2017, 2018. Dus anders uitgedrukt, voor deze begroting gaat het weinig helpen. Voor deze begroting helpt het absoluut niet en dat is ook een van de hoofdredenen waarom het totaal geen zin heeft om dergelijke ingrijpende wijzigingen per se te willen koppelen aan begrotingsbesprekingen, tenzij dan natuurlijk de politieke agenda die daarmee gediend wordt. Maar fiscaal technisch is dat de slechtst mogelijke techniek. Ik las ergens dat u zei van, kijk, als men dan toch nieuwe inkomsten zoekt, ja, denk aan BTW. Ja, dat is natuurlijk een verbruiksbelasting en het simpele is, als u vandaag het tarief van de BTW bijvoorbeeld van 21% naar 23% verhoogt, dan heeft u bij de volgende maandaangifte heeft u inkomsten. Nu, dat zijn opmerkingen die wij maken vanuit fiscaal technisch oogpunt. Wij zeggen niet dat men de BTW moet verhogen. Wij vinden dat de belastingdruk moet dalen en dat er bespaard moet worden. Dat is een andere, dat zou ook de koopkracht kunnen aantasten. Een andere uitspraak. Maar als men op korte termijn inkomsten zoekt, dan vrees ik, en ik ben niet de enige die dat gesuggereerd heeft, dat de BTW de enige mogelijke oplossing is. Oké. Nu, laat ons dan die dossiers eens apart bekijken. Te beginnen met die meerwaardebelasting. We lezen 30% op de volledige meerwaarde als iemand zijn aandelen in een bedrijf verkoopt. U heeft die belasting, we zien wel welke vorm het dan uiteindelijk concreet zal krijgen, maar u heeft het in elk geval een ramp genoemd voor de particuliere belegger. Wat bedoelt u daarmee? Dit is een belasting of een tax die alle beleggers treft. Men zegt van oké, het gaat enkel de 10% rijkste van onze bevolking treffen. Die treft alle beleggers. Oké, dit gaat betaald worden door de middenklasse, de tweeverdieners, de mensen die met pensioen zijn en een pensioen trekken, een bedrag van een pensioen trekken, die gaan dit betalen. Maar het treft wel degelijk alle beleggers, ook de kleinsten. Ja, maar dat vind ik wel merkwaardig dat u dat zegt, want ik hoor bijvoorbeeld CD&V-voorzitter Wouter Beke zeggen, het gaat om mensen met
om bij de 250.000 euro in portefeuille. Ja. Ik kan me moeilijk voorstellen dat alle beleggers zo'n portefeuille hebben. Nee, 250.000 euro, dan zegt men, dat is misschien wat technisch, maar dan denkt men aan dat aandelen 2% of 3% gaan opbrengen. Zij die met aandelen bezig zijn, zeggen oké, dit brengt 7% op of zelfs meer. En dan is het vanaf 75.000, 150.000 euro dat men al in die klasse valt. En dan wordt die groep groter natuurlijk. En dan wordt die groep groter. Maar ik wil het toch nog wel verder opentrekken, want eigenlijk zijn het alle beleggers die hier problemen mee hebben of getroffen worden. Het wordt betaald door de middenklasse. Maar als u 10.000 euro belegt, u zegt van oké, ik wil iets opzij zetten, ik ga 10.000 euro sparen en we weten allemaal, cash is goed als transactiemiddel, maar als je wilt sparen en je wilt daar iets mee doen, oké, dan moet je een hoger rendement zoeken en aandelen zijn er heel geschikt voor. U zet 10.000 euro opzij, u hebt 7% winst, dat is 700 euro. Oké. Daar houdt de bank, als u dat binnen het jaar verkoopt, die houden die 30% af. En wat moet die gaan doen? Die moet dat dan zelf gaan terugvorderen in zijn belastingen. Dus die moet daar bewijzen voor neerleggen. Die moet dat aantonen van oké, dat heeft de bank afgehouden en die krijgt het dan 2 jaar later terug. Het wordt heel complex op die manier. Het wordt niet enkel complex. Het gaat er misschien voor zorgen dat die kleine belegger zegt van voor mij hoeft het niet meer, ik laat mijn geld op een spaarrekening staan. En dat zal een verarming zijn van onze bevolking. Omdat dat geld niet meer geactiveerd wordt in de economie? Omdat het niet meer geactiveerd wordt in de economie, 1. 2. Omdat iemand die een spaarpotje aanlegt, ja, ik zeg het, aandelen brengen op. Als u het in cash laat staan, dan verliest u, u wordt slapend arm, want de inflatie in België is groter dan de rente op een spaarboekje. Ja. Gert Goeivaart, naar aanleiding van de speculatietax, die ervoor gezorgd heeft dat er minder verhandeld wordt, las ik dat u vindt dat die tax aangetoond heeft dat een belastingsplichtige zijn gedrag aanpast bij een nieuwe belasting. Er is namelijk minder verhandeld door die speculatietax. Ja, wat zou de gedragsaanpassing kunnen zijn bij een meerwaardebelasting? Dat zal van de modaliteiten van die belasting afhangen. Maar de tekst die nu circuleert, die meneer Peters heeft rondgestuurd, die spreekt dus over een houdstermijn van 30 jaar. Ik kan mij bijvoorbeeld al indenken dat iemand die bijvoorbeeld een aanbod krijgt om zijn bedrijf te verkopen in jaar 26, dat die 2 keer zal nadenken en dan zeggen, misschien moet ik toch nog 4 jaar wachten om mijn bedrijf te verkopen na die 30 jaar. Ik denk aan bepaalde verrichtingen die dan fiscaal geïnspireerd kunnen zijn van het splitsen van bedrijven bijvoorbeeld. Ik denk aan het klassificatiecriterium van KMO. We zitten daar met 50 werknemers, we zitten daar met 100 werknemers. Nu, er zijn vandaag al redenen om de 50ste werknemer niet aan te werven. Denk aan de intrede van de vakbonden in de onderneming. De 100ste werknemer, dat is dezelfde redenering. Wel, dan komt er nog eens een bijkomend argument bij dat men gaat zeggen van kijk, ik ga die 50ste werknemer niet aanwerven, want dan val ik onder de meerwaarde. Belasting. Geen KMO meer, dan word ik te groot? Inderdaad, dan word ik te groot. Een ander punt is, wat gaat je met ondernemingen doen? Want men is gemakkelijk, in de teksten zegt men, ofwel is het een grote onderneming, ofwel is het een KMO. Maar zo werkt dat natuurlijk in de praktijk niet. Bedrijven fluctueren. En wat gaat men doen als een bedrijf gedurende een bepaalde periode als KMO klassificeert en gedurende een andere periode als grote onderneming? Dan gaat men constant moeten gaan herwaarderen. Daar zal men al een aantal businessplannen moeten gaan maken bij de revisoren, de accountants en de fiscalisten om dat allemaal gaan te anticiperen. En die bedrijfsleiders die gaan er ook rekening mee houden. Wat we bijvoorbeeld ook zien is dat men in de teksten verwijst naar wat moeten we gaan doen met schenkingen en erfstellingen. Dan verwijst men naar de regelgeving bij de speculatiebelasting. Maar dat is nu net een van de meest complexe hoofdstukken van de speculatiebelasting. Die transponeert men zomaar naar de nieuwe meerwaardebelasting. En dat is een zoveelste bewijs dat die belasting op dit moment absoluut niet doordacht is en inderdaad een symbool is dat nu om politieke redenen wordt naar voren gebracht. Ja, nu, maar er zijn ook, want u haalt het standpunt van de vennootschap aan, maar voor beleggers zijn er zeker vast ook wel een aantal gevolgen. Mensen gaan meer geld op spaarrekening zetten, zoals ik er juist al heb gezegd. Worden ze ontmoedigd om bijvoorbeeld te gaan verkopen aan een forse stijging? Met andere woorden, het portefeuillebeheer, wordt dat moeilijker gemaakt? Wordt zeker en vast moeilijker gemaakt, hè. Zoals u het zelf zegt. De logische zaken voor een belegger, men koopt iets omdat men het een goed bedrijf vindt, maar er komt ineens slecht nieuws. Dat kan gebeuren. Ja, dan hoor ik nu al mensen zeggen, ik kan het niet verkopen, want daar zit een winst op.
dan moet ik 30% afgeven. Dan is men eigenlijk al eerder geneigd om te wachten voor dat te gaan verkopen. Het is gewoon rem op het normale beheer van een portefeuille. Ik wil misschien nog een andere, niet dat ik die discussie wil opentrekken, maar gaat er geen geld wegvloeien naar vastgoed? En het vastgoed staat al eigenlijk prijzig in België, als ik onze nationale bank mag geloven. Ja, dat is natuurlijk een van die zaken die nu naar boven komen. Hè. Inderdaad, vastgoed, goud, andere zaken, kunst. Dat wordt dan niet belast. De moeilijkheid is natuurlijk de waardering. Hè. Wel, de waardering is een van de redenen waarom die zaken niet worden belast. We moeten goed kijken, hoe komt het eigenlijk dat die zaken niet worden belast? Wel, in 1962 heeft men het wetboek inkomstenbelastingen uitgewerkt. En een van de pijlers van het wetboek inkomstenbelasting is dat de meerwaarden op privé vermogen, dat die vrijgesteld zijn. En de ganse evolutie van de inkomstenbelasting heeft daar altijd rekening mee gehouden over de jaren heen. Dat wil zeggen, we zitten met vrij hoge tarieven op de arbeidsinkomsten, we zitten met steeds stijgendere tarieven op de roerende vermogens. Je moet weten dat in 1962 de roerende vermogens van een gans andere orde waren dan vandaag. Mm-hmm. Toen spraken we vooral over onroerende vermogens. Dat is ook de reden waarom er daar historisch altijd een meerwaardebelasting is geweest, hè, op termijnen van 5 en 8 jaar. Die termijn voor de roerende vermogens zou men nu uitbreiden naar 30 jaar. Dat is dus een gamechanger. Men gaat zaken op zijn kop zetten die men meer dan 50 jaar geleden voorgoed heeft geacht. Nu, we moeten natuurlijk bereid zijn om erover na te denken. Meerwaardebelasting als principe kan goed zijn, maar u mag dat niet zomaar injecteren in een bestaand systeem. Maar als ik u hoor zeggen, het kan als principe goed zijn, dan moet ik denken aan een tabel die Zakenkrant De Tijd heeft gepubliceerd eind van de week. Binnen de OESO zijn er maar 5 op de 21 landen die geen meerwaardebelasting heffen, waaronder België. Ja, maar dat is een totaal verkeerde vergelijking. In die tabellen gaat men altijd kijken naar die meerwaardebelasting. U moet altijd binnen een nationaal bestel het volledige fiscale pakket bekijken van alle arbeidsinkomsten, roerende inkomsten, inkomsten uit vermogen, successierechten en dies meer. Om u een concreet voorbeeld te geven, de vermogensbelastingen in België, als we daar de successierechten bij nemen, zijn bij de hoogste ter wereld. We spreken in de rechte lijn in Vlaanderen tarieven van 27%, in de andere landsgedeelten 30%, tarieven tussen 30, 65%, 80%. Als u gaat kijken naar de erfenissen in de rechte lijn in de Verenigde Staten, daar komt u pas aan belasting toe met een vrijstelling van $5.450.000. Maar goed, als u zegt een meerwaardebelasting kan, maar op een goede manier. Wat bedoelt u dan? Dat betekent dat u het volledige fiscale plaatje, zoals dat in België wordt gehanteerd, om de inkomsten van de overheid te garanderen, want daar dienen belastingen tenslotte voor. Dat dient niet om het gedrag van de mensen te sturen, dat dient om de staat te financieren. Dat u dat volledig moet gaan herbekijken. En dan kun je daar inderdaad een meerwaardebelasting bij zetten als techniek. Maar dat zal dan impliceren dat andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld beroepsinkomsten, dat die fel in tarief moeten dalen. En dan spreken we niet over de kleine minimale tariefdalingen die de regering Michel nu reeds heeft gerealiseerd. Dan spreken we over een ferme en doordachte hervorming van het belastingstelsel. En dat doet men niet tijdens een begrotingscontrole. Dat zijn projecten die 2, 3 jaar moeten duren. Daar wil ik het straks nog over hebben. Ik meen trouwens op te maken uit die vergelijking die dus in De Tijd is verschenen, dat er ook maar 3 landen zijn die meer ophalen via kapitaalbelastingen, onder meer via vennootschapsbelasting, die door Eurostat dan als een kapitaalbelasting wordt beschouwd, roerende voorheffing op dividenden en interesse. Het is nu net die vennootschapsbelasting die nu mee in de begrotingsonderhandelingen is genomen. De N-VA is de pleitbezorger van zo'n verlaging. Is dat een goed idee? Zou dat de aantrekkelijkheid om in aandelen te investeren kunnen verhogen? Het zou de aantrekkelijkheid voor te investeren in Belgische bedrijven kunnen verhogen, hè, omdat zij dan inderdaad iets meer winst genereren in de vorm, in de mate dat zij dat gaan uitkeren. Ah ja, want ze betalen minder belastingen. Ja, in de mate dat ze het gaan uitkeren. Oké, ze kunnen het dan ook gebruiken om te groeien, dus het zou misschien interessant kunnen zijn. Nu, wat we zien is dat een portefeuille bestaat natuurlijk ook niet enkel uit Belgische bedrijven. Het zou het enkel voor die Belgische bedrijven zijn. Al die andere, de buitenlandse bedrijven, daar hebben we natuurlijk geen voordeel mee. Hetzelfde vraag voor u, Gert Gooivaerts. Die vennootschapsbelasting die nu op tafel wordt gelegd door de N-VA, een goed idee? Wel, die vennootschapsbelastinghervorming die is budgetneutraal aan zich.
Dus als we die teksten bekijken, dan zien we dat men ervoor gezorgd heeft dat er een aantal corrigerende factoren in zitten. Men gaat het tarief van de roerende voorheffing verhogen bijvoorbeeld. Men gaat een aantal aftrekposten schrappen. Bijvoorbeeld? De notionele interestaftrek bijvoorbeeld zou verdwijnen, of schoon daar terug discussie over is. Maar het idee van de hervorming van de vennootschapsbelasting staat of valt met het feit dat het budget neutraal moet zijn. En dat is ook de reden waarom dat men vanuit die zijde aan het politieke spectrum zegt van kijk, je mag dat helemaal niet koppelen met de meerwaardebelasting op aandelen. Nu, als we spreken over het profiel van de belegger, die gaat kijken naar de mogelijkheid om dividenden uit te keren, wel daar denk ik dat de hervorming van de vennootschapsbelasting niet veel effect gaat hebben, want als men de som maakt van de vennootschapsbelasting plus het tarief van de roerende voorheffing, dan komen we eigenlijk op hetzelfde bedrag uit als we vandaag reeds zien. Natuurlijk, een bedrijf dat lagere vennootschapsbelasting betaalt, maar de winsten niet uitkeert, heeft natuurlijk een groter bedrag over om te herinvesteren. En in die zin is de hervorming van de vennootschapsbelasting natuurlijk wel een zeer goed idee, in de veronderstelling dat men niet al te fel gaat extra belasting moeten betalen omwille van het feit dat een aantal aftrekposten geschrapt zijn. Ja, maar dan zitten we eigenlijk weer bij wat we daarnet zeiden. Als dat bedrijf gaat herinvesteren, het is een KMO en daardoor te groot wordt, dan komt het weer in het vizier van die meerwaardebelasting. Nu, te groot worden voor een bedrijf mag natuurlijk geen rem zijn. Hè. Dat moet juist een aansporing zijn. Nee, maar ik hoorde net zeggen, dat kan het effect zijn natuurlijk. Maar dat kan het effect zijn. En dat is natuurlijk een van de perverse effecten van de meerwaardebelasting die op dit moment wordt voorgesteld. Trouwens, we moeten ons daar de vraag bij stellen in welke mate dat dergelijke onderscheiden, kleine onderneming, grote onderneming, die louter en alleen gebaseerd zijn op artikel 15 wetboek vennootschappen, dat dat niet in strijd is met non-discriminatieprincipe. Want het onderscheid dat men maakt om een belasting al dan niet op te leggen, moet voldoende onderscheidend zijn. En ik vraag, volgens de rechtspraak van het grondwettelijk hof, en ik vraag me werkelijk af of dat onderscheid wel voldoende onderscheidend is. Ik ben er helemaal niet van overtuigd. U ziet het grondwettelijk hof daar nog tussen komen? Het is geen vraag of... Natuurlijk zal het grondwettelijk hof daar intussen komen, omdat er altijd partijen in de markt zijn die dergelijke vragen gaan voorleggen aan het grondwettelijk hof. En dan zullen we wel zien wat men daarover oordeelt. En dat gaan we weten binnen dit en een aantal jaren. U wou daar iets aan toevoegen? Wel, nee. U ging er al vanuit dat de roerende voorheffing gaat verhogen. Mm-hmm. Dus dat die van 27 naar 30 gaat. Ja, daar ga ik vanuit, Laat ons hopen dat dat niet gebeurt, want we hebben de voorbije jaren al een recente verhoging gehad. De voorbije jaren is de roerende voorheffing al met 80% gestegen. Taxen zijn al met 60% gestegen. Ja. We kunnen daar misschien verwijzen naar de liquidatiebelasting die tot 2002 0% was, hè, en die nu ook naar 30% zou gaan. Nu, we hadden het over die vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting, maar de afgelopen week is daar nog iets bijgekomen. Zoals gezegd, een derde dossier, een nieuwe wet, Koreman de Klerk. Misschien eens kort duiden wat die vorige wet uit 82 inhield. Komt er eigenlijk op neer dat men investeringen in aandelen, kapitaalverhoging, Belgische ondernemingen en die is meer, dat men die via een bepaald ritme in mindering brengen, de kosten ervan in mindering kon brengen van de belastbare beroepsinkomsten. Dat was natuurlijk geplafonneerd tot bepaalde bedragen en dat had alleen maar betrekking op Belgische aandelen. Maar dan, dat spreken we 1982. Als je vandaag zo'n wettelijke regeling maakt, dat zal lastiger zijn. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het zal lastiger zijn, omdat je natuurlijk, je kan dat niet meer beperken tot Belgische ondernemingen. Je zult dat moeten uitbreiden tot Europese ondernemingen. Ja. Anders gaat je direct al in aanraking komen met de problemen rond staatssteun en dergelijke meer. Het is alleszins een valabele piste die gebracht werd omdat men het slapende vermogen, de 260 miljard waar men van spreekt, die op de spaarboekjes staat, die zou men daarmee op een bepaalde manier pogen te mobiliseren. Allemaal goed en wel. Maar als je dat dan gaat combineren, als ik zo mag zeggen, met een meerwaardebelasting, dan vraag ik mij af of men daar zeer enthousiast gaat op reageren. Wellicht gaat dat een serieuze domper zijn. Ja. Dus Koreman de Klerk, BIS, gaan combineren met een meerwaardebelasting, persoonlijk ben ik daar niet zo'n grote voorstander van. Ja, ik wou het ook aan u vragen, zitten beleggers te wachten op zo'n fiscale aanmoediging om te gaan beleggen? In de vorm van zo'n wet, Koreman de Klerk, BIS? We zitten te wachten is een groot woord. Wat we gezien hebben met de speculatietax is... Het verder verhogen van de belastingdruk op beleggen gaat er alleen maar voor zorgen dat de inkomsten verminderen. Maar dit is net het omgekeerde. En dit is inderdaad net het omgekeerde. Dus wat dat betreft, we moeten inderdaad meer volk naar die beurs trekken. We moeten meer volk in risicokapitaal krijgen. Het gaat goed zijn voor België. Het gaat goed zijn om de ongelijkheid in België weg te brengen, te verminderen. Ongelijkheid tussen? Naar vermogens. Ja. Zou dat dan geen risicovol beleggingsgedrag
aanmoedigen? Want ja, ik lees dat het dan bedoeling is om starters te ondersteunen. Ja, de kans dat een starter over kop gaat, is natuurlijk groter dan een gevestigd bedrijf. Hè? Wel, het hangt er ook inderdaad weer vanaf hoe dat het wordt neergezet. Zijn het enkel voor startende bedrijven of zijn het voor alle bedrijven? Ik zou het liefst opentrekken, zoals destijds bij de wet Corman de Klerk, naar alle bedrijven. En dat er inderdaad meer belegd wordt. Het is goed voor de beleggers, het is goed voor onze economie. We gaan inderdaad bedrijven de gelden geven om te blijven groeien. Als ik kijk, België is bekend, wereldbekend voor zijn biotech. We hebben een schitterend biotech-technologie hier in België. Mm-hmm. Dat is er gekomen door beleggers die bereid waren om geld te investeren in die bedrijven. En door de speculatietax is dat volledig weggegaan. Ja. Door de meerwaardebelasting gaat dat ook weer. Ja. Het is hier al gezegd, de speculatietax heeft de handel in aandelen fors doen dalen, waardoor de beurstax dan minder heeft opgebracht. Er gaan nu stemmen op om die beurstax en speculatietax te vervangen door één transactietax. Een goed idee of net niet? De beurstax is een transactietax die enkel betaald wordt door particulieren trouwens. Hè, want ook daar vind ik een discriminatie. Dit is een wetgeving op. Het voorstel. Met andere woorden, wie het via vennootschap doet, die ontsnapt eraan. Beleggingsfondsen ontsnappen eraan, institutionele ontsnappen eraan. Terwijl dat een transactiekost is, of een transactietax is. Dus eigenlijk transactie, waarom enkel op particulieren? Dit heeft niks te maken met de inkomstenbelasting, als ik me niet vergis. Dus we zouden dat inderdaad kunnen opentrekken. En dan komt er al voldoende geld binnen om U bent daarmee eens, beurstax, speculatietax, samenvoegen, één transactietax? Je kunt dat doen, maar veel effect gaat dat niet hebben, denk ik, als je tegelijkertijd zo'n meerwaardebelasting gaat invoeren. Maar goed, u zegt, weinig effect hoor ik hier zeggen. Maar goed, de handel is natuurlijk wel fors afgenomen door de speculatietax. Natuurlijk. Wat moeten we dan doen? Hem afschaffen om de handel opnieuw te stimuleren? Het is inderdaad, zoals we er juist zeggen, we moeten de belastingdruk op beleggingen verminderen. En dat gaat er leiden tot meer inkomsten voor de overheid. Speculatietax heeft onze maatschappij en de overheid 54 miljoen gekost. Ja. Misschien kort voor de kijker, speculatietax, wie binnen de zes maanden verkoopt, betaalt 30%. Ja. Eigenlijk die meerwaardebelasting, dat is een doorstart van de speculatietax en is eigenlijk speculatietax in kwadraat. Ja. Tot de derde Men brengt 6 maanden naar 30 jaar, weliswaar met een degressieve regeling met betrekking tot de aanschaffingswaarde. Dat is helemaal niet wat men had moeten doen. Hè. Ja. Bovendien, als ik er nog even mag aan toevoegen, de positie van de banken daarbij mag men ook niet onderschatten. Als we zien hoe dat men geworsteld heeft met de teksten met betrekking tot de inhoudingsplicht roerende voorheffing bij de speculatietax, dat is schrijnend. Die teksten zijn op heden nog altijd zeer onduidelijk, zeer complexe materie. En dat gaat men nu dan veralgemenen naar alle mogelijke aandelen. En u mag niet vergeten dat de insteek van de roerende voorheffing, de inhoudingsplicht, is enigerlei financiële tussenkomst van een bank bijvoorbeeld. Dus dat wil zeggen, hoe gaat men aandelen kopen, verkopen? Dat gaat altijd via transacties met bankrekeningen gaan. Dus men gaat bij grote transacties, de bank gaat altijd moeten nakijken, er wordt hier een bepaalde som aan koopprijs gestort op de rekening die wij voor de klant houden, moeten we daar een roerende voorheffing op inhouden, ja dan nee. Maar de bank heeft niet de informatie om die roerende voorheffing te berekenen, omdat de belastbare grondslag zit volledig geënt in het particuliere vermogen van de betrokken belastingplichtige. En dat is een essentieel onderscheid met de normale inhouding van de roerende voorheffing. Bij de speculatietax hadden we dat probleem al met betrekking tot aanschaffingswaarde, met betrekking tot transfers van portefeuilles en dergelijke meer, met betrekking tot schenkingen ouders-kinderen. Hoe gaan we de aanschaffingswaarde bepalen? Maar bij de meerwaardebelasting wordt dat probleem tot in het kwadraat verhoogd. Dus de belastbare massa wordt verhoogd, het aantal transacties wordt verhoogd en de periode wordt extreem verlengd. Dus men brengt de banken daar in een onmogelijke positie. Want natuurlijk, een roerende voorheffing impliceert een inhoudingsplicht. Je mag ook niet vergeten, in de eerste teksten die gecirculeerd hebben, sprak men dan ook van een bevrijdende roerende voorheffing. Je moet weten, het karakter van een bevrijdende roerende voorheffing impliceert dat men achteraf niet meer moet aangeven. We hebben aangetoond
dat dat bij de speculatiebelasting niet het geval is. Men kan geen bevrijdende roerende wording inhouden. Wat ik u hoor zeggen, doet mij terugkeren naar het begin van ons gesprek. Hier zijn veel zaken gekoppeld. Begroting, vennootschapsbelasting, meerwaardebelasting. Ja. Koreman de Klerk, maar op. Met die bijhorende tijdsdruk, een vraag voor jullie beiden om af te sluiten. Is er nood aan een grondige fiscale hervorming zonder tijdsdruk? De woorden fiscale koterij zijn de afgelopen week gepasseerd. Waarbij ja, die fiscale hervorming wordt gerealiseerd op een tijd dat men daar ook rustig kan over nadenken en zaken op papier zetten? Ik denk dat wel. Ik denk als we zien dat het fiscale landschap geëvolueerd is, dat men jaar na jaar met begrotingstekorten wordt geconfronteerd, wordt het hoog tijd om eens van techniek te veranderen en alles een keer rustig te gaan bekijken. En hoe lang denkt u dat men daar dan moet voor nemen? Dat zijn oefeningen die, als we vergelijken met het buitenland, die gemakkelijk 2 tot 3 jaar kunnen duren en waarbij ruime consultatieperiodes moeten worden ingelast met alle belanghebbenden. Mee eens, Van Sterk, de tijd voor nemen? Zeker en vast. Ik wil de speculatietax nog eens als voorbeeld nemen. Dat was ook haastwerk, die echt zo over nagedacht. We hebben een draag van een wetgeving hier. Oké, bedankt voor het gesprek. Sven Sterks van de Vlaamse Federatie van Beleggers en Gert Goyvaerts, fiscalist bij Tiberghien, uw kijker. Bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.